bij de tweede degradatie, op de tweede degradatieplaats stond. Ja, hij was dat onmiddellijk dus een serie lager. Dus ik kwam en zakte van de eerste naar derde. Er werd een rechtszaak aangespannen en Cirkel kreeg gelijk. De voetbalbond werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, maar het kwaad was geschied. Cirkel moest in derde klasse aantreden. Dat kwam hard aan, persoonlijk voor mijzelf. Ik was 17, 18 jaar en je droomde van eerste klasse voetbal. Je had de carrière uitgestippeld en dan zak je dit seizoen van eerste naar derde. Ja, dan mag je gaan beginnen in derde. Dat kwam hard aan, niet alleen voor mij persoonlijk. Volgens de ploeg en ook voor de vereniging. Cirkel wilde zo snel mogelijk terug naar eerste en haalde daarvoor wondertrainer Urbain Braams binnen. Die stelde een vijfjarenplan op. Binnen die termijn moest Cirkel weer bij de elite spelen en het lukte hem nog ook. In 1971 werd Cirkel kampioen in tweede nationale. Braams, tezamen met Lucien Oudekiet, de Seine en Gérard Verzet, dan kunnen verwezenlijken op transfergebied. Dat was fantastisch. En dat is de basis geweest voor de laatste 10, 15 jaar. Hebben ze daarop kunnen verder doen. Dat was veel werk ook van de Braams en heel goed werk. Het was niet alleen dus uit derde naar rechts te komen, maar dat zette hem dan ook voort, het werk. En Olsen en Nielsen. En er zijn nog veel mensen, bijvoorbeeld een Prudent Bettis of Kazovic, een Ganaal, een Gooivaars. Ja, dat was. Er waren mensen met klasse aangevuld met een. Mijn jongens hier in Tronden, een Carlos de Steur, Lapère, Rambouille, het zijn er te veel op te noemen. En daar konden we heel uitvormen als een ploeg vrienden. En dat is fantastisch gelopen. Dat ik bij hem moest zijn op het appartement. Ik had dat nog nooit meegemaakt van verschillende trainers. Ik kom eraan en zeg, kijk, volgend seizoen word je kapitein. Ik wil een klein beetje meer weten over de vereniging. Het talent die er rondloopt, hoe dat er hier gewerkt wordt, hoe dat er hier geleefd wordt. En ik heb dan met hem zeker op het appartement 3-4 uur gepraat. En die man heeft me niet veel van antwoord gediend, maar je luisterde wel naar mij, niet naar mijn grieven, maar hoe dat er geleefd wordt op Cirkel Brugge. Ik heb dus het geluk bij Cirkel met een aantal jonge spelers beschikken die dus eigenlijk onbewust die verandering aangaan. Dat is dus eigenlijk het voetbal dat dus afgestemd is op collectiviteit. Je kon toch wel zien dat ten opzichte van veel andere clubs wij dus geen problemen hadden en dat we daar dus over het algemeen wel vrij goede resultaten mee gehaald hebben. Van Grijzenhout is naar men zegt een zeer kalme man, maar de laatste weken zag men hem geregeld zeer opgewonden. Die eerste training, ik weet nog heel goed, die mensen van het bestuur. Die mensen vielen achterover. Hij had er een verlanglijstje van wat dat er moest aanwezig zijn op elke training. Onder andere, wij hadden een 10, 15 ballen, dat er voor mee getraind werd. Toen hadden 3-4 goede ballen bij. Iedere training, dat er een baloefening was, dat was een spurt voor de beste bal. Op de eerste training hadden er 25 sprinten naar een nieuwe baan. Qua uitrusting, iedereen had twee truitjes, twee broekjes, twee trainingen, schoenen, al wat dat er nodig was, dat was er daar. En wij hadden dat nog nooit gezien op Cirkel. Waren ze dat niet gewend, hè? Dat ze op dergelijke manier getraind te worden, langer en zwaarder.
goede voorbereiding op de competitie. Dus, en ik moet zeggen dat dat eigenlijk ten opzichte van Cercle Brugge nodig was. En dat we daar gedurende die eerste 5 jaar dat ik er gewerkt heb, dat we daar dus nooit in de problemen zijn gekomen wat degradatie betreft. En dat we dus altijd goed in de middenmoot hebben meegedraaid. Ik vond dat de sublieme trainer ook wat spelconcept betreft. En ook zijn trainingen waren zeer gevarieerd. Zoals dit beleden, hij is er natuurlijk 100% inzet. En ik moest het een beetje hebben van mijn inzet, dus voor mij was dat een stimulans. Zo iemand aan het winnen. Heeft en die een jaar vroeger heeft gedaan. Dat was de enige persoon en als trainer die wist wat materiaal de Cercle bezat. Ik heb dus voor de vertrouwde omgeving gekozen omdat de spelers die waren optimaal gemotiveerd om mij terug te halen. En dat ook weer afwisselen met vaartklokken? Ja. Oh ja. Kon ik toch 3 jaar na elkaar naar de club gaan en toch 2 jaar naar Anderlecht. Maar ja, in die tijd, ik was aan het bouwen, die bouwwacht ging ver geweest zijn. En ook in het burgerleven, ik ben ook een beetje voor het zekere tegenover het onzekere. Maar wat is nu een profloopbaan van een voetballer? U hebt een mooi leven gehoord van je 20 tot dan je 32 jaar. Maar in 32 jaar moet je nog beginnen leven. En ik had in die tijd een goede job. En ik heb dat niet willen opgeven. Vrijtrap voor Cercle, verliest. Naar bij toe, die kopt ook. Dan Poel, bijt in de vlucht, prachtig. Oh, een enig mooi doelpunt van Dirk Beij. Ik had aanbiedingen, meerdere aanbiedingen, Club Brugge, Anderlecht ook, Lokeren, Antwerp. Maar ik heb het allemaal naast me neergelegd. Ik had een combinatie van het werk en het voetbal, die twee samen. Vond ik het risico niet waard om eigenlijk alles op te geven, zeker en vast, omdat ik in een branche eigenlijk zat, een technische branche, in de studie ingenieur bouwkunde, waar dat je dus up-to-date moet blijven en dus alles dus bijhouden en als je dat 3-4 jaar uitzit, dan is dat hopeloos om dat alleen naar te gaan.